Welkom bij Do-It-Zelf Ideeën. Wat gaan we vandaag doen? Vandaag gaan we een panda tekenen. Maar geen gewone panda. Hier zie je een schattige pandabeer. Maar als je dan het blad openvouwt, dan heb je een heel erg gemene panda. Een echt monster is het. Een heel erg grappig idee. Je zou het ook als verjaardagskaart kunnen gebruiken. Of gewoon zo, want het is natuurlijk ook heel erg grappig. Hoe maak je nu zo'n panda? Dat ga ik jullie in deze video laten zien. Wat heb je ervoor nodig? Laten we daar alvast mee beginnen. Voor onze kwade en lieve panda hebben we een wit blad papier nodig. Mijn blad papier is van de grote A4 en je hebt ook stiften nodig. Ik ga een zwarte, gele en groene gebruiken, maar je kan natuurlijk ook variëren qua kleuren. Neem eerst je blad papier en vouw het dubbel. Eén van de twee kanten die je nu gekregen hebt, ga je nog een keer dubbel vouwen. Dan krijg je dit. Je kan het ook terug openvouwen. Dat is de basis voor onze panda. Druk het goed aan. Dan ga je nu de panda tekenen. Belangrijk is dat het neusje van de panda aan deze vouw komt. Je kan het een keertje in het klad tekenen met een potlood, maar als je heel zeker van je stuk bent, kan je natuurlijk meteen met een stift beginnen. Er kwam hier net iemand binnen en nu heb ik me helemaal vertekend. Dus mijn panda ziet er eerder uit als een scheve aardappel. Dus dat gaan we opnieuw doen. We beginnen met het hoofd. Dan de oren. Dan de oogjes. Ik teken twee ovalen, niet helemaal recht, maar zo schuin. Dan komt hier de neus. En dan begint zo de mond met een streepje. En dan ga je verder. Teken je de lippen. Die zitten al op het tweede stuk papier, dus op het gevouwen stuk. En dan heb je je lieve panda getekend. Nu is het tijd voor het kwade stuk. Vouw je papier open. Verbind dan eerst deze lijnen.
En in dit hele grote vrije stuk gaan we dan een grote bek tekenen. Dan krijgt hij heel scherpe tanden. Echt realistisch is dat niet, want panda's dat zijn herbivoren. Maar wij willen een kwade panda, dus daarvoor zijn van die grote scherpe tanden ideaal. Om een panda er net iets minder eng uit te laten zien, ga ik de tanden een leuk kleurtje geven. En dan is de panda helemaal af. Dus hier heb je de lieve kant. Dan vouw je het blad open. En dan wordt het een heel erg gemene panda. Heel eng met zijn scherpe tanden. Het is dus belangrijk dat je neus tot net bovenaan de vouw komt en je mond dan op het onderste stuk. Op het stuk dat je kan openvouwen en op dat opengevouwen stuk kan je dan de bek tekenen met tanden en allerlei enge dingen. Ik hoop dat jullie het een leuk project vonden. Als dat het geval was, geef me dan zeker een thumbs up, als het heel erg leuk om te zien. En als je nog ideetjes hebt voor deze panda, of misschien voor een ander dier, want dit kan je natuurlijk in allerlei varianten doen, laat die dan zeker achter bij de commentaren. Als je nog meer inspiratie nodig hebt, voor een verjaardagskaart bijvoorbeeld, of gewoon voor knutselen in het algemeen, bekijk dan zeker de andere video's op het kanaal. Als je ze leuk vindt, kan je ze delen met je vrienden en je kan je ook abonneren. Dan krijg je een berichtje zodra er iets nieuws online staat. Dan hoop ik jullie terug te zien bij een volgende video van Doe Het Zelf Ideeën. Tot dan!